Ja, ik heb vanmorgen een thematische preek. Dus ik heb eerst het thema bedacht en toen heb ik er nog wat teksten bij verzonnen. Ik geef in sommige gemeentes een cursus Bijbelverklarende prediking. En daar waarschuw ik daar altijd tegen. En dan zeg ik van, je moet eerst een schriftgedeelte hebben en dat moet je uitleggen, uit de doeken doen. En daaruit komt dan de toepassing. Niet andersom. Eerst een thema en dan nog een tekst erbij zoeken. Maar soms heb je wel eens van die thema's die je bezighouden, die dermate belangrijk zijn dat je zegt, ja, dat wil ik toch een keer graag aan de orde stellen. Zo was het vorige week in onze gemeente en ik heb het een beetje van de respons die ik daarop kreeg af laten hangen of ik het vandaag ook met jullie zou delen. Nou, dat ga ik dus doen. Dus we gaan eerst twee gedeeltes lezen en ik kom daar in de preek dan nog wel op terug, maar het wordt geen uitgebreide uitleg naar aanleiding van die gedeeltes. Een klein stukje uit Psalm 119 en daarna een stukje, een heel bekend stukje denk ik uit Romeinen 7 over ik ellendig mens. Ik las pas geleden een wetenschappelijk artikel en dat legde een link tussen de ik-persoon die Paulus noemt in Romeinen 7, waarvan altijd de vraag is, wie is dat dan? Is die het zelf en in welke periode is zijn leven? Dat zouden we een hele preek over kunnen vullen. Maar er werd een link gelegd tussen Romeinen 7 en Psalm 119. Want ook daar gaat het over ik. Een ik die de wet van God lief heeft. Maar die ook er soms in faalt om die wet te houden. Of in ieder geval Gods hulp heel hard nodig heeft. We vinden dat onder andere in het stukje wat we gaan lezen. Psalm 119, vers 25 tot 32. Dat begint al direct zo. Vers 25. Mijn ziel kleeft aan het stof. Het gebed maakt mij levend overeenkomstig uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en u hebt mij verhoord. Leer mij uw verordeningen. Geef mij inzicht in de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw wonderen overdenken. Mijn ziel weent tranen van verdriet. Richt mij op overeenkomstig uw woord. Laat de weg van de leugen van mij wijken. Schenk mij genadig uw wet. Ik heb de weg van de waarheid gekozen. Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. Heren, beschaam mij niet. Ik zal de weg van uw geboden lopen wanneer u mijn hart verruimd hebt. Tot zover een stukje uit Psalm 119 en dan nu naar Romeinen 7, vanaf vers 14. De inwendige strijd staat erboven in de herziene Statenvertaling. Romeinen 7, vanaf vers 14. En daar luidt het woord van God, het woord van de apostel, als volgt. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er wel bij mij, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Maar het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover de schriftlezing. Ik zal daar richting het eind van de preek naar verwijzen. Als een van de oplossingen hoe we om moeten gaan met geestelijk perfectionisme. Directe aanleiding voor dit thema is niet per se de reden waarom dat ik het vanmorgen met jullie erover wil hebben, maar wel een soort directe aanleiding waarbij dat thema voor mij weer ging leven, was de ophef in de afgelopen weken naar aanleiding van publicaties van evangelist David de Vos. Misschien heeft u er wel iets van gelezen of gehoord of gezien. David de Vos, een bekende, jonge evangelist, hoewel hij is inmiddels ook 40, hè. De tijd gaat door. Bekend van de EO en andere van opwekking, denk ik ook. Radicale evangelist, hij verwoordde zijn eigen boodschap als
neem Jezus aan en dat is de oplossing voor al je problemen. Zo omschreef hij zelfs zijn eigen boodschap. Maar die deed een boekje open over zijn eigen innerlijke leven. En ook over de evangelische beweging in de breedte waarin hij zich beweegt. En wat bleek daaruit? Hij liet zien dat hij zelf ook wel geworsteld heeft met mentale problemen. Dat zou je zo op het eerste gezicht niet zeggen, als je hem kent, ook van zijn boodschappen. Maar het bleek dat er ook nog wel innerlijk van alles in hem zich afspeelde, wat zo aan de buitenkant niet te zien was. Hij liet ook doorschemeren dat hij en andere bekende sprekers wel last hebben van eergevoel als ze op het podium staan. En hij vertelde dat hij zelf ook wel worstelt, dat hij dingen doet soms af en toe of deed, waarvan jij en ik weten dat dat zonde is. Dus een stukje openheid van zaken gaf hij kort gezegd over de evangelische beweging. Hij liet zien dat het niet zo perfect is als dat het lijkt. Nou, een hoop reacties zijn erop gekomen. Sommigen die zeiden, had hij dat maar nooit gezegd. Want daarmee heeft hij eigenlijk zijn eigen nest bevuild. Hij heeft verkeerde dingen gezegd over de gemeente, die de gemeente kunnen schaden. Dus dat was ingegeven door een verlangen om de gemeente te beschermen. Ik snap dat, dat is een goed verlangen, denk ik. Maar andere mensen die reageerden, die zeiden van, had hij dat maar veel eerder gezegd? Want ze zeiden, nu is hij tenminste open en eerlijk over wat er ook bij hem in zijn innerlijk nog leeft. En eerlijkheid is ook een hele mooie, goede deugd. Verschillende reacties. Nou, dat was voor mij de aanleiding om dit thema van perfectionisme, dat het aan de buitenkant perfect lijkt, maar dat in werkelijkheid niet zo is, en hoe je met die worsteling omgaat, om dat te behandelen. Daaronder ligt dat het voor mijzelf, voor mij persoonlijk, een thema is wat mij al veel langere tijd bezighoudt. Toen ik nog maar net tot geloof kwam, groeide ik een beetje op in een omgeving, een heiligingsbeweging, waar heel veel nadruk werd gelegd op heiliging, en ik heb ook geworsteld met het gevaar van geestelijk perfectionisme, om het allemaal helemaal goed te willen doen. Oprecht verlangen, maar hoe ga je er nu op een goede manier mee om met het verlangen? Een derde reden voor mij om het deze morgen erover te hebben is wat ik tegenkom de afgelopen jaren ook in het pastoraat. Ik spreek soms met mensen die heel serieus christen zijn, maar die een psychisch probleem hebben. Die worstelen met angststoornissen, paniekaanvallen, dwanggedachten. En in een bepaald geestelijk klimaat, waarin heel veel nadruk wordt gelegd op, je moet heilig leven, want dat is toch wat God van je vraagt, kan het voor die mensen, die dus een bepaalde psychische aandoening hebben, kunnen ze geestelijk helemaal doldraaien. Het lukt ze helemaal niet meer. Hoe serieus ze ook zijn. Ik ben daar meerdere mensen, heb ik daar de afgelopen jaren over gesproken. En dat deed me besluiten om dit onderwerp eens te behandelen. Geestelijk perfectionisme en het gevaar daarvan. Het is goed om eerst even een definitie te geven. Wat versta ik onder geestelijk perfectionisme? Want heilig voor God willen leven, dat is bijbels. En dat is goed. Dat is een goed oprecht verlangen. En als je tot geloof gekomen bent, dan heb je dat verlangen om voor God te leven. En dan is het beste is nog niet goed genoeg, zou je kunnen zeggen. Maar geestelijk perfectionisme is dat verlangen gedreven wordt door de angst om te falen. Dus enerzijds, je wil het 100% goed doen. En als je faalt, dan word je daar vreselijk angstig van. Je wil eigenlijk een soort controle houden over je eigen geestelijke leven. Ik kom daar straks nog op terug. Je zou kunnen zeggen, perfectionisme is een soort doorgeschoten vorm van heiliging. Perfectionisme is wat anders dan wetticisme. Want mensen die wettisch zijn, die kunnen heel erg overtuigd zijn van het feit dat ze het bij het juiste eind hebben. En kunnen ook heel zeker erover zijn over het feit dat zij het ook goed doen. Dus wetticisme maakt niet per se onzeker. Wetticisme kan heel streng zijn richting een ander. En je kunt heel overtuigd zijn van, zo is het en zo doe ik het, zo is het goed. Maar iemand die last heeft van geestelijk perfectionisme, die mist juist die zekerheid.
die gaat juist gebukt onder het gevoel dat hij faalt, dat hij altijd ergens in tekort schiet. Dus dat is wat anders. Nou, dat is een beetje de definitie en wellicht komt dat straks in de preek nog wel meer naar voren. Dat ik nog nader zal duiden wat ik nu precies bedoel. Maar dit eventjes vooraf. Het gevaar van geestelijk perfectionisme, dat bedreigt of dat wordt veroorzaakt door bepaalde dingen. Het kan veroorzaakt worden door een positie die je hebt als geestelijk leider. Dus daar ga ik straks als eerste wat van zeggen. Geestelijke leiders. Geestelijk perfectionisme kan ook veroorzaakt worden door druk, door groepsdruk. Bijvoorbeeld dat je allemaal blijft zitten omdat iedereen blijft zitten. Dat je niet gaat staan bij een lied, want iedereen blijft zitten. Groepsdruk is dat een beetje. Dat ervaren we allemaal in ons leven. Dus dat gaat over de gemeente, over de groep. En het derde waar ik met jullie over na wil denken is dat geestelijk perfectionisme ook te maken heeft met karakter. Met hoe jij als persoon in elkaar zit. Waardoor de een er geen last van heeft en zegt van waar heb je deze morgen over? En een ander zegt van oh maar dit herken ik enorm in mijn leven. Van hoe jij als persoon in elkaar zit, wat je meegemaakt hebt in je opvoeding, hoe je geworden bent tot de persoon die je nu bent. Daar heeft het mee te maken. Je gevoeligheid daarvoor. Nou, als eerste dus over perfectionisme veroorzaakt door een bepaalde positie. En dan gaat het over geestelijk leiderschap. Leiders. Die evangelist David de Vos, die gaf aan dat hij nu, geeft hij dan aan, dat hij is er eerlijk over, dat hij zegt, ik ben ook wel eens gedreven als leider door een bepaalde podiumhonger. Ik wilde wel graag op dat podium daarin vooraan staan. Ik wilde dat de mensen mij konden zien. Ik wilde gezien worden. En hij is dat de afgelopen jaren gaan zien als een gevolg, mede veroorzaakt, door het feit dat hij als kind werd gepest. En gevoelens van minderwaardigheid heeft opgebouwd. En als hij dan voor een gemeente staat, of misschien wel voor duizenden mensen op een EO Jongerendag, dan geeft dat een enorm gevoel van bevestiging. Hey, jij doet ertoe. Jij hebt iets te vertellen. Jij bent iemand. En nu kijkt hij daar kritisch naar. Naar geestelijke leiders die eergevoelig zijn. Of die met verkeerde motieven of gemengde motieven op een podium staan. Juist in de evangelische beweging weten we dat voorgangers een bepaalde positie hebben. Dat verschilt een beetje per kleur van de gemeente. Je hebt het natuurlijk ook in de gevestigde kerk bij predikanten die een bepaalde positie hebben. Maar dat doet iets met je. Dat kun je misschien niet voorstellen, maar dat doet iets met je om voorin te staan, om predikant te zijn of voorganger te zijn. Je brengt zelf een boodschap, en dat is de boodschap van Gods woord, met een hoge morele standaard. Je vertelt wat verkeerd is, wat zondig is. Je vertelt wat mensen moeten doen. En met dat je die boodschap brengt die goed en bijbels is, leg je daarmee ook een soort standaard aan voor jezelf. Een standaard waar je je aan hebt te houden. En juist dan is het risico dat je als geestelijke leider onderuit gaat. Dat je niet aan die standaard die je zelf brengt, die Gods woord je aanreikt, dat je daar niet aan kunt voldoen. Het vraagt echt geestelijke nederigheid en eerlijkheid om daar anders mee om te gaan. Inmiddels kan ik de voorbeelden niet meer op één of twee handen tellen van voorgangers die ik ken uit mijn eigen omgeving, die ik in mijn leven heb leren kennen, soms wat verder af. Van voorgangers die gewaarschuwd hebben tegen allerlei verkeerde dingen en die zelf onderuit zijn gegaan. Ik kan me herinneren toen we in een van onze vorige woonplaatsen een gemeente zochten waar wij naartoe gingen. We kwamen toen uit een reformatorische kerk en door omstandigheden moesten we het elders gaan zoeken. Dus we gingen op zoek. En toen dacht ik, oké, daar beginnen we vanaf nul. Ik ga dan ook werkelijk overal kijken en luisteren. Ik vertrouw niets en niemand meer wat over bepaalde kerken gezegd wordt. Ik ga daar zelf heen, ik ga zelf luisteren. En zo kwam ik in een kleinschalige Pinkstergemeente terecht. En er was een boodschap van een oude voorganger. Het was niet de vaste voorganger, maar was een oude voorganger. En die bracht een enorm radicale boodschap. Een oproep tot heiliging. En dat raakte mij. Ik dacht, die man heeft gelijk. Het was ook een boodschap die ik niet zo gewend was in mijn vorige kerk. Dus het was voor mij nieuw, het was bijbels. En ik dacht, dit is Gods woord, dit is zoals het moet zijn. En ik kan me herinneren dat ik mijn vrouw uitnodigde. Ik heb ze vandaag ook meegenomen, of zij heeft mij meegenomen eigenlijk. Zij reed. Maar in ieder geval,
we gingen naar die gemeente toe. Ik zeg, van, daar moeten we ook eens naartoe. Daar moeten we eens gaan luisteren. Nou, toen was er net een andere voorganger in die dienst. Daar hebben we het nog wel eens over, hoe we die toen beleefd hebben. Het was een heel ander soort dienst. Is er eentje in de zaal die weet waar ik het over heb? De rest allemaal niet, maar u geeft een beetje een beeld erbij. En toen, ja, we zijn dus daar geen lid geworden. Jaren later liep ik stage in een andere Pinkstergemeente in een grote stad. En ik hoorde dat daar in het verleden gedoe was geweest. Dat er een voorganger was geweest. En wat bleek, na jarenlang bleek dat hij een relatie had met, ik dacht dat het zijn secretaresse was. Een buitenechtelijke relatie. En dat had die hele gemeente gewoon verscheurd. Ook de manier waarop er vervolgens mee omgegaan was. Het was niet alleen die zonde, maar ook het hele spel daarna, zeg maar. Dat had die hele gemeente uit elkaar getrokken. En ik proefde, na jarenlang, het was 10 jaar daarvoor was dat gebeurd ongeveer, proefde ik nog steeds de pijn die daardoor veroorzaakt was. En na een aantal weken kwam ik erachter dat die oud-voorganger dezelfde was als de man die ik gehoord had in die Pinksterkerk, waar ik zo van onder de indruk was. Achteraf ben ik na gaan denken, heeft die voorganger een fout gemaakt? Heeft hij het fout gedaan? Ja, die zonde die hij gedaan heeft, die was fout. Maar die boodschap die hij gehouden heeft, die was prima. Die was bijbels. Daar was niks mis mee. Maar ergens had ik toch wel graag gewild dat er ook nog, achteraf hè, zeg ik dat, dat er in iets door had geklonken van, oké, dit is het ideaal. En dit breng ik jullie, want dit is Gods woord. Maar zelf worstel ik ook met mijn eigen werkelijkheid. Want ik heb ook een verleden. Zoals Paulus bijvoorbeeld zegt, ik de voornaamste van de zondaren. Of zoals Paulus in Romeinen 7 zegt, ik ellendig mens. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Iets van die innerlijke worsteling, van die eerlijkheid. Achteraf gezien zeg ik, dat had misschien goed geweest. Geestelijke leiders. Wat is de oplossing van dit probleem? Geestelijk perfectionisme, wat door leiders in stand wordt gehouden. Besef dat voorgangers, predikanten, geestelijke leidslieden, dat mensen zijn van vlees en bloed. Zet ze niet op een podium. Zelfs niet op een paar gymbanken, zou ik willen zeggen. Maar goed, dit is praktisch, hè. Maar zet ze vooral niet geestelijk op een podium. Ga er niet tegen opkijken, zoals in sommige kringen gebeurt, van ja, maar de dominee zegt dat en dan is het zo. Of, ja, maar de voorganger, zoals ik in sommige gemeentes wel tegenkom, ik kan me herinneren dat ik ooit een conferentie een keer bijwoonde, dat was ook van een meer charismatische gemeente. En daar kwamen na afloop allemaal mensen die kwamen naar voren, dat was de gewoonte, en dan ging de voorganger met ze bidden. Maar tijdens die conferentie zei die Amerikaanse spreker, een Amerikaanse voorganger, die zei van, nee, jullie hoeven niet naar voren te komen, als er iets is, bid maar gewoon zelf. Je mag zelf naar God gaan. Nou, voor mij was dat heel normaal als refo-jongen, natuurlijk. Je hebt de dominee niet nodig om voor jou te bidden, hij is geen priester. Maar naast mij zat een broeder, en ik heb er naderhand naar gevraagd, die zat al 20 jaar in een Pinkstergemeente, en die zei, wauw, ik mag zelf naar God gaan. Ik viel bijna van mijn stoel toen. Dus er was een bepaald klimaat waarin hij, een geestelijk klimaat waarin hij was opgegroeid, dat hij dacht, ik moet naar de voorganger, want die moet met mij bidden. Die moet mij de handen opleggen. Die moet bidden voor genezing of voor welke zegen dan ook. Je hebt die voorganger nodig, een soort priester. Lieve mensen, dat is oud-testamentisch, zo functioneerde dat vroeger. Maar nu zijn wij allen priesters. Je mag zelf naar God gaan. Een geestelijke leider is, ik geef deze morgen, nou het is meer thematisch dan deze morgen, maar ik geef Gods woord door. Dat is het enige wat ik mag doen. Maar dat maakt mij niets meer of minder dan wie dan ook. En dat geldt voor elke geestelijke leider. Ze zijn niet perfect. En het is goed als voorganger om je daar ook van bewust te zijn en dat regelmatig ook te ventileren. Het tweede, geestelijk perfectionisme, veroorzaakt door groepsdruk, door de gemeente, door een bepaalde setting waarin je met elkaar zit. Ik was nog maar een paar jaar geleden tot geloof gekomen en toen kwam ik indirect in aanraking met een opwekkingsbeweging uit Zuid-Afrika. Die beweging is inmiddels grotendeels ter ziele gegaan volgens mij, maar toen was dat een levende opwekkingsbeweging.
indirect had ik daar veel mee te maken. Ik hoorde daar veel verhalen van. En daarin regeerde een behoorlijk strak regime, werd daar gehanteerd van accountability. Gesprekken met geestelijke begeleiders. Elke groep van de gemeente die had zeg maar één geestelijke leider, een oudste of wat dan ook, aangesteld gekregen. En daar moest je regelmatig mee in gesprek. En je moest daar je zonde aan opbiechten. Een soort van opbiechten. En dan gaf hij geestelijk leiding. Nou, accountability is een mooi geestelijk principe. Maar het is ook wel, er zit ook een risico aan, want het kan ontsporen. En dat was in die beweging, in die opwekkingsbeweging, was dat gebeurd. Dat ontspoorde. Er werd heel erg gericht en gefocust op allerlei, met name seksuele zonden. Er waren veel jonge mensen bij betrokken en die kwamen elke keer weer opbiechten dat ze in dezelfde seksuele zonde waren gevallen. En dat herhaalden ze zich en het werd eigenlijk tot een soort zelfde tred van elke keer weer opnieuw. En die geestelijk begeleider, die wist dus heel veel, ook intieme dingen, van degene die hij of zij begeleidde. Maar de focus was heel erg gericht op niet zondigen. Ik mag niet zondigen. En toen ik contact had met iemand van die beweging, een lieve broeder, geen kwaad woord daarover, ik ga natuurlijk geen namen noemen, dat begrijpt u. Maar op een gegeven moment schoot me dat een keer verkeerd en dacht ik van, hoe komt dat nou altijd dat negatieve, die negatieve vorm van heiliging? Ik mag niet zondigen, ik mag niet zondigen. En toen werd me een mooi voorbeeld aangereikt, ik denk dat ik het ergens gelezen heb en dat noemde ik toen. En dat voorbeeld dat gaat over een koorddanser. Wat doet een koorddanser om op dat koor te kunnen lopen? U heeft het misschien nog nooit zelf geprobeerd, kan ik me zo voorstellen. Maar zo'n koorddanser, die heeft dan zo'n stok vast en hij loopt op dat koord, een strak gespannen kabel. Hij loopt daarop en wat doet hij? Waar kijkt hij naar? Hij kijkt recht naar voren. Hij kijkt niet naar beneden. Hij kijkt ergens op een punt recht voor hem. Net zoals met een motor, als je de bocht doorgaat, moet je ook niet naar beneden kijken. Je moet uit de bocht, door de bocht heen kijken. Dus zijn focus is recht naar voren en niet naar beneden. En ik gebruikte dat voorbeeld om aan die jonge man toen uit te leggen van, en zo is het christelijke leven van de heiliging. Je kijkt niet voortdurend naar beneden van, oh, ik moet er niet nastappen. Ik moet niet zondigen. Nee, je kijkt naar Jezus. Je kijkt vooruit. Je kijkt naar Hem. Daar gaat het om in het leven van de heiliging. Waarop die vriend van me heel droogjes zei, eind van het liedje is toch hetzelfde. Het gaat er toch om dat je niet valt, dat je niet zondigt. En toen zei ik, of dacht ik weet niet of ik zo ad rem was toen, ik denk, nee, maar volgens mij is dat toch niet waar het om gaat. Het gaat niet om het niet zondigen, dat is negatief. Het gaat om, zoals dat kindervestje het zo mooi zegt, ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. Daar gaat het om. Dat is je drijfveer. Niet van, ik mag dit niet of ik mag dat niet. Nee, ik wil op Hem gaan lijken. Dat is een andere insteek. Uiteindelijk, na jaren, bleek er allerlei gedoe in die Zuid-Afrikaanse opwekkingsbeweging. En wat bleek? Er waren geestelijke leiders die zich schuldig gemaakt hadden aan seksueel misbruik. En andere leiders binnen die groep hielden de foute leiders de handen boven het hoofd. Het is mij vaker opgevallen dat je soms in bepaalde groepen of bewegingen of personen kunt horen die heel erg focussen op één bepaalde zonde. Maar dat is dan misschien juist de zwakke plek van die beweging of die persoon waar die zelf in dreigt te vallen. Enorme fixatie op één bepaald aspect van de heiliging. Nou, dit kan natuurlijk ook veel minder extreem. Ik gebruik nu een heel extreem voorbeeld, maar nogmaals weer eens een keer David de Vos. Die heeft vanuit zijn opvoeding, zegt hij in interviews, heeft hij enorm meegekregen de verantwoordelijkheid, het verantwoordelijkheidsgevoel van je moet goed voor de gemeente zorgen, je moet Gods woord brengen, je moet het oprecht brengen en de gemeente is eigenlijk heel erg belangrijk en allerlei goede dingen. Maar waardoor hij, zegt hij, het gedreven werd om goed gewenst gedrag te vertonen. Het was niet zozeer van hemzelf, het was wat hij dacht van, dit wordt van mij verlangd, dit moet ik laten zien. Groepsdruk. En wanneer evangelische gemeentes, en wellicht ook een reformatorische baptistengemeente, steeds maar laat zien van, kijk, wij proberen het goed te doen, we proberen het perfect te doen, en
je spreekt niet over je innerlijke worstelingen en over je fouten, dan kan er zo'n schijnwereld ontstaan waarin alles goed lijkt te gaan. Het perfecte plaatje, de perfecte gemeente. En dan moeten de maskers moeten af. Want een schijnwereld, daarin is geen echt contact meer. Daar ontstaat geen echte gemeenschap. Daar spreken mensen elkaar niet werkelijk over wat hun ten diepste bezighoudt. Ik hoorde over die mannenavond, die nachtwaken. Oh nee, dat zouden we niet meer gebruiken. Iets met een bitterbal hoorde ik vanmorgen. Of bamihapje was het, geloof ik. Oh, dat zouden we voor onszelf houden. Ah, u ziet, ik ben niet perfect. In ieder geval, dat je dan daarin met elkaar rondom de frituur of rondom iets anders, met elkaar in gesprek komt en echt van hart tot hart elkaar spreekt. Daar gaat het om. Dat je je hart kunt blootleggen richting een ander. Dan hoef je geen schijn op te houden, want we staan allemaal op de grond van Gods genade. Ik kan me herinneren in een vorige gemeente, waarin ik pastoraal werker was, dat daar iets bijzonders gebeurde aan het eind van een dienst. Over geestelijk perfectionisme gesproken. De dienst was prima verlopen, was allemaal goed gegaan. En toen zei de dienstdoende ouderling, die zei tegen een andere oudste, wil jij de dienst even afsluiten? Stel je voor als Albert Jelle dat straks zou zeggen, richting een andere oudste, wil jij eventjes afsluiten? En dat zei hij tegen een broeder, die zat voor ons, dat vergeet ik nooit meer, dit voorbeeld. En die had die morgen vroeg, was die met een hoop strubbel thuis, een hoop ruzie met zijn vrouw over iets met de kinderen, weet je wel, was die naar de kerk gegaan. En ze hadden gewoon nog geen tijd gehad om dat uit te praten. Dus hij zat met zo'n gezicht, zat hij in de kerk. En hij, aan het eind van de dienst wordt hij aangewezen en er wordt gezegd, wil jij even afsluiten met ons, met gebed en de zegen. Wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Zou je mooi weer spelen? De schijn ophouden? De man zijn die dat eventjes doet? Of zou je het niet doen? Oh nee, ik ben nu niet in de juiste stemming. Nee, vraag maar een ander. Deze broeder deed iets anders. Hij stapte naar voren, ging naar de kansel. En het eerste wat hij zei was, broeder, je had me niet op een slechter moment kunnen treffen. En hij vertelde in twee zinnen, zonder alle details, maar in twee zinnen, vertelde hij wat er thuis gebeurd was. En hoe hij daar gezeten had tijdens de dienst. Nou, het werd doodstil. Waar de preek op die morgen over ging, dat weet ik niet meer. Maar wat die oudste gezegd heeft, dat weet ik nog. En na afloop van die dienst stonden de mensen in het gangpad in de rij omdat ze hem wilden spreken. Mensen kwamen zelf ook met hun zorgen, hun noden, hun zonden. Noem maar op, hun eigen niet perfecte christelijke leven. En ze hadden gemerkt, hé, deze persoon, daar kan ik mijn verhaal aan kwijt, want hij stelt zich kwetsbaar op. Zie je? De kracht van kwetsbaarheid, van eerlijkheid. Niet geestelijk perfect, maar jezelf openstellen. En daar ontstond contact, werkelijk geestelijk contact. Geestelijk perfectionisme, dat is de moord voor het echte gemeenteleven. Dus gevaarlijk. Ik ga naar mijn laatste punt. Geestelijk perfectionisme veroorzaakt door je karakter. Wie je bent of wat je hebt meegemaakt. Perfectionisme is wat anders dan jagen naar heiliging vanuit het verlangen om God te dienen. Perfectionisme streeft ook naar het dienen van God, voor 100% helemaal goed doen, maar vooral omdat het de zekerheid wil hebben dat God niet afwijst. Dus als je zelf worstelt met geestelijk perfectionisme, dan wil je het 100% goed doen. Je wil geen fout maken, want je wil je eigen geestelijke leven wil je controleren. Je wil de controle niet uit handen geven. En eigenlijk wil je ook God controleren. Zo leven dat hij je niet af kan wijzen. Dat hij moet zeggen, het is perfect, oké, jij bent welkom. Maar eigenlijk probeer je dan zelfs God te controleren. Dat is het tegenovergestelde van geloof. Want geloof is vertrouwen. Jezelf toevertrouwen. Het is het tegenovergestelde van leven uit genade. Er is bij ons als gelovigen altijd een kloof tussen ideaal
en werkelijkheid. En die kloof die moet je niet proberen te dichten met ijver. Maar die kloof moet je beseffen, die is gedicht door Gods liefde en genade. Natuurlijk, je moet wel streven naar heiliging. Maar niet om die kloof te dichten om te zeggen van ik ga nog eens een beetje een schepje erbovenop doen. Dan zal God wel tevreden zijn. Nee, het moet voortkomen uit liefde. Heel je heiliging is bedoeld uit liefde tot God. Om datgene wat Hij voor jou gedaan heeft. Jij bent verlost. Je bent aanvaard. Je bent een kind van God. En dat is de enige juiste voedingsbodem om te zeggen, Heer, nu wil ik ook voor u leven. Zie je het verschil? Proef je een beetje het verschil met gezonde geestelijke heiliging en geestelijk perfectionisme? Wat kan helpen om dit goed onder ogen te zien? Ik noem drie dingen. Het verschil wat helpt is bijvoorbeeld dit. Een theologisch dingetje is dit. Dat je het onderscheid goed ziet, goed ervaart tussen rechtvaardiging en heiliging. Zoals Paulus dat bijvoorbeeld uiteenzet in de Romeinenbrief. Rechtvaardiging en heiliging. Dat vraagt natuurlijk een preek op zichzelf, dat ga ik nu niet doen. Maar heel kort gezegd, rechtvaardiging, de Engelsen hebben daar een mooi woord voor. Die zeggen justified. Je bent gerechtvaardigd. Justified. En daar kan je dan een leuk woordspelletje mee doen. Dan kan je zeggen, just if I did. God kijkt naar jou net alsof jij het offer van Christus hebt gebracht. Alsof jij Jezus bent. Just if I did. Zo aanvaardt hij jou. Je bent rechtvaardig in Christus. Heiliging, dat is het proces, een proces van geestelijke groei, waarin je steeds meer in overeenstemming met Gods wil gaat leven. Dat is een proces, een groei, om steeds meer te gaan doen wat Hij van je vraagt, waarvan je weet, dit is wat God van mij vraagt. En geestelijk perfectionisme, dat verwart die twee dingen door elkaar. Rechtvaardiging en heiliging worden door elkaar gehaald. Ik werk wel eens heb contact met serieuze jonge mensen uit onze eigen gemeente, of bijvoorbeeld bijbelschoolstudenten. En als ik dan met hen hier over dit onderwerp spreek, dan zeggen ze, ja, maar ik wil meer stille tijd houden. Nou, dat is belangrijk, daar ging het net ook eventjes over. Dat is belangrijk. Dat is op zichzelf goed. Ik wil minder zondigen. Ik wil meer getuigen. Ik wil. Hoor je het? En dat zijn allemaal oprechte dingen, maar het risico dat je dan naar perfectionisme streeft, dat is wel aanwezig. Ik kwam een definitie tegen van heiliging bij de oude theoloog Berkhof. En die zegt, in de heiliging wordt de mens van zijn egocentrisme bevrijd. En vernieuwd tot een excentrisch leven, gericht op God, de naaste en de wereld. Niet egocentrisme, dus niet het draait allemaal om jezelf, maar excentrisch, dat wil zeggen, vanuit het centrum ga je juist je richting anderen bewegen. Je gaat oog krijgen voor de ander. Met een kleine letter of met een hoofdletter. En geestelijk perfectionisme heeft de neiging om weer opnieuw naar dat egocentrisme te gaan en vooral te kijken, doe ik het goed? Leef ik oprecht? Ben ik een goede christen? Zondig ik niet? Enzovoort. Dan draait het alsnog om ik. Dat is het risico. Dus heb dat helder, je bent rechtvaardig in Christus en heiliging is een groei, is een proces. Het tweede wat kan helpen, dat is dat je klaagt, dat je de klacht over je eigen tekort, dat je die ook uitricht in God en je naaste. Romeinen 7. Ik ellendig mens. Kijk, uit je die klacht nog wel eens. Nu, ik kan natuurlijk Romeinen 7 uit gaan leggen. Op de reformatorische manier, of op de evangelische manier, of nog weer op een andere manier. Maar daar ontbreekt me voor nu de tijd. Romeinen 7 staat inderdaad in een kader. Ook dat hele stukje over die ellendige mens. Maar wat mij wel opgevallen is, in inmiddels ongeveer 30 jaar christen zijn, is dat of je nu reformatorisch bent, of evangelisch, of uit welk nest je ook komt, maar als je werkelijk met God leeft, dan herken je in je geestelijke leven allemaal die pastorale nood bij tijden. Ik ellendig mens. Het gevoel dat je,
dat je faalt, dat je niet kan leven aan die standaard die God van je vraagt. En het mooie aan Psalm 119 vind ik, daar wordt die klacht ook geuit. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Mijn ziel kleeft aan uw woord, aan uw getuigenissen. Dat is de ene kant. Dat is het verlangen, dat mag je uiten. Maar ook die andere kant, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Wat zit ik nog vast aan deze aarde? Wat kan ik daaraan vastzitten? Er zijn momenten in mijn leven dat ik zeg, met dat oude versje wat je misschien wel kent, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ken het versje? Mooi, hè? Ja, daar mag u best amen op zeggen, hoor. Prachtig versje. En er zijn momenten dat je dat kunt beamen. Tot op het moment dat je voor de keus staat om te gaan verhuizen. En je moet een nieuw huis uit gaan zoeken. Ja. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Dan in één keer gaan er weer allerlei andere processen spelen waarvan je dacht dat je er al lang van verlost was. En die spelen dan in één keer weer op. En dan zeg je, ik ellendig mens, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Is er nog ruimte voor die klacht? Ook onderling naar elkaar toe, dat je daar zegt van, joh broeder, wil je voor mij bidden? Want ik heb een gebedsgroepje met een paar vrienden al jarenlang op vrijdagmorgen. Een daarvan heeft pas een nieuw huis gekocht. En die zat daarmee. En die besprak dat. Mijn vrouw die wil graag een nieuw... Oh nee, dan ga ik te veel invullen. Excuses. Heel verhaal, maar hij zelf worstelde met, mag dit nu? Is dit nu goed? Is dit naar Gods wil? En als je dan die klacht uit, dan kun je er met elkaar ook voor bidden. En dat geeft ruimte. Dus ruimte voor die klacht. Het laatste wat ik noem over dat geestelijke perfectionisme, voor als, hoe je dat als persoon kunt raken. Het laatste, dat, en dan kom ik er even terug wat ik aan het begin zei, dat is mensen die worstelen met psychische problemen. Mensen die bepaalde obsessieve gedachten hebben, die angststoornissen hebben, paniekaanvallen. Ik kom het tegen in eigen gemeente en in andere gemeentes, dus ik neem even aan dat het hier ook is. Niet, ja, dat neem ik aan. Ik wou bijna zeggen, op Urk komt dat niet voor, maar nee, dat is niet waar. Nee, dat kan overal. We zijn mens. Dus ook hier zullen mensen zijn die extra gevoelig daarvoor zijn. En dan is het gevaar van geestelijk perfectionisme is echt moordend voor je geloofsleven. Want wat ik gemerkt heb in pastorale contacten is dat deze mensen, dat hun serieus christen zijn, dat ze daar compleet in doordraaien, omdat het onderdeel wordt van het probleem. Je bent namelijk nooit goed genoeg. En als je jezelf al afwijst en allerlei dwanggedachten hebt, dan gaat dat die hele geestelijke wereld van het heilig voor God willen leven, gaat je nog meer in de tang nemen. Dan wordt het een hele krampachtige, verkeerde cocktail. Nou, ik neem aan dat niet iedereen van u daar last van heeft, gelukkig niet. Maar een enkeling misschien wel. In dat geval heb je ook gewoon psychische hulp nodig. Ook pastorale hulp vanuit de gemeente, christelijke hulp, maar ook psychische hulp. En dan ben ik weer opnieuw terug bij David de Vos en ik merk dat zelf ook. In sommige christelijke kringen ligt er een taboe op naar de psycholoog gaan. Dat doe je niet of daar heb je het niet over. Er is een soort schaamte omheen. Dat is fout. Die schaamte die mag en hoeft er niet te zijn. Als je een psychisch probleem hebt, dan is het goed dat je ook naar de psycholoog gaat. En als dat versterkt wordt door je geloof, of je geloofsleven, hoe je daarmee omgaat, dan heb je dus en pastorale en psychische hulp nodig. Je hebt beide nodig. Ze vullen elkaar aan. Ik zeg dat hier nu bewust, omdat ik weet dat het in sommige christelijke kringen heel gevoelig kan liggen. Maar ik geloof echt dat God doktoren gegeven heeft voor ons lichaam, voor onze psychische problemen, en dat we elkaar als broeders en zusters hebben om samen met elkaar op te trekken. Open en eerlijk te zijn. Aanvaard elkaar. Aanvaard jezelf. Klinkt heel eigentijds, dat weet ik. Aanvaard jezelf. Maar pas dan, als je jezelf kunt aanvaarden met al je falen, zoals Christus jou ook aanvaard heeft met al je zonden, pas dan, vanaf dat moment, kun je gaan groeien in heiliging. Zonder dat je risico loopt voor het gevaar van geestelijk perfectionisme.
Dit is wat ik deze morgen met jullie wilde delen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. En bovenal hoop ik dat God hiermee tot zijn doel komt in jullie aller leven. Amen.